Welkom bij het muziekuurtje, gewijd aan de apostolische muziekcultuur in verleden en heden. Deze uitzending is gewijd aan het thema vernieuwing. In april maken we de vernieuwing in de natuur mee. De groei, de ontwikkeling. In de kantaten Wording en Ontplooiing wordt dit naar de mens vertaald. Hij is wankelbaar en teer, maar in staat om zelf te scheppen. April is ook de maand van de Stille Week en van Pasen. Dan herdenken we de glorieuze intocht in Jeruzalem van Jezus, gezeten op een ezel met palmpazen. Het laatste avondmaal, waarin Jezus zijn dood aankondigt tegenover zijn discipelen. En de opstanding met Pasen. Raymond Stoop heeft dit alles in een drieluik op muziek gezet en daar gaan we naar luisteren. Deel 1, de intocht. Deel 2, het laatste avondmaal. En deel 3, de opstanding. Thank you.
In 1933 werd die opstanding nog letterlijk opgevat. Jezus was in de hemel en het ideaal was om na je dood bij hem in de hemel te komen. Dit blijkt uit het vierde couplet wat we zo gaan horen, waarvan de woorden luiden: ja, weet dan, o aarde, ik ben slechts uw gast. Behoud uw vreugde, zij baart mij maar last. Mijn eeuwige bestemming in de hemel trekt dagelijks mij meer. Een godskind te worden is wat ik begeer. En een godskind was dus een kind dat in de hemel was. In 1983 zong het bejaardenkoor alleen nog het eerste couplet. In het lied God met vreugde eren komen oud en nieuw bij elkaar. Oude gedachten, uitverkoren volk des Heren, alsof wij apostolische automatisch in de hemel komen. Nieuw, een hemel op aarde. We zullen het hier op aarde tijdens ons leven moeten doen en niet na onze dood. Overigens zie ik in dit lied een enthousiasme dat ik nu nog vaak mis. Straal ons voor.
ommekeer in denken werd duidelijk in 1949, toen er een massale bijeenkomst was in de Goffert in Nijmegen, waarin op het grasveld met grote letters stond: we zijn er voor God. Het mannenkoor maakt in het volgende lied dat nog wat completer. We zijn er voor God, dat is voor de mensen. Religieus humanisme in één zin samengevat. In de maand april vond ook de paasbijeenkomst plaats, laatste tijd in de Doelen in Rotterdam, de tweede paasdag. Dat was de belangrijkste samenkomst van het genootschap in het jaar. Er werd erg naar uitgezien en de broeders en zusters en jeugd brachten een imponerende liefdesaanbieding op de eerste paasdag. Ademloos werd in de Doelen en daarvoor in het concertgebouw naar de apostel geluisterd. Met name in de tijd dat El Slok zijn revolutionaire ideeën verkondigde, begin van de jaren 50, jaren 60. Wim Westerveld componeerde de volgende bewerking van Mijn Ziele is Stille. Thank you.
Soms raakten de woorden van de apostel de aanwezigen diep. Het leidde zo tot innerlijke vernieuwing. Dat is de titel van het volgende lied. Een belangrijk moment op deze middag was het eresaluut dat aan degene die het jaar daarvoor waren overleden werd gebracht. En wat breder aan allen die ons dierbaar waren en we moesten missen. Deze middag werd ook het verbond met de apostel vernieuwd. Kinderen Gods, gij moogt nu alle weer vernieuwen het verbond met de Christus Gods van heden, in wie gij uw helper vond. En dat lied eindigt met: Kinderen Gods, wilt deze liefde nu gaan schenken, eensgezind, door elkander hoog te achten, dan tezaam gij overwint. Thank you.
is boeiend om de ontwikkeling in het verleden te zien, maar ook nu zullen we moeten openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, voor vernieuwing. Dat heeft de corona ons wel duidelijk gemaakt met YouTube-diensten en Zoom-diensten. Maar er zijn ook weer nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen zoals dit muziekuurtje. Nieuwe kansen, elke dag. Vernieuwing kan ook een innerlijk proces zijn. Er hoeven geen maatschappelijke veranderingen aan ten grondslag te liggen. Dat wordt bezongen in het lied Verschijning Gods ben ik nog nooit geweest. En dat lied heeft voor mij nog een speciale herinnering. Een aantal jaren geleden was ik in Bombay in India een weekend alleen en ik besloot om de stad in te wandelen. En dat was een hele bijzondere ervaring. Natuurlijk waren er vrij veel mensen die om geld vroegen. En mijn regel is dat ik alleen geld geef aan oudere mensen en niet aan jongere mensen. En soms moest ik dus dingen weigeren. Had ik een sinaasappel in mijn hand en vroegen ze die. Toen gaf ik die. Want ja, dat kon ik weer kopen. Dat was verder geen probleem. En op een gegeven moment wees iemand op mijn waterflesje. En toen dacht ik, eerst had ik daar geen zin in, maar toen dacht ik, geen beker water weigeren. Ja, als ik dat gezongen heb, dan kan ik geen water weigeren. En ik heb hem toen dus mijn waterfles gegeven. Zo werkt het soms heel praktisch door. Yeah.
We zijn toe aan het laatste lied, gecomponeerd door Jaap van der Meulen. De techniek was in handen van Klaus de Bes, met dank aan Rob Buitenkamp. Samenstelling en presentatie Rob Tijdeman. We hopen u over een maand weer een nieuw muziekuurtje te kunnen aanbieden. Dat gaat dan over vrijheid en gemeenschap. Het laatste lied is echt een vernieuwingslied. Een doorbraak door het oude heen, het nieuwe tegemoet. Dat is een drang in s mensen geest, de sprake van zijn bloed. Geen oude normen, sleur of vorm weerstaat die eeuwige drang. Hij woelt en worstelt zich omhoog, brengt groei en bloei op gang. Ik wens u een hele goede tijd.